It's a me, Mario. Mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom bij nog een unboxing video. Vorige keer dat ik een unboxing deed, zei iedereen dat ik er fucking slecht in was. Dus deze keer gaat het er nog een keertje doen. Klinkt super geweldig. Ik zit momenteel ook in mijn Mario onesie. Want ja, het is vandaag een super speciale dag. Want we zetten Mario's 35th anniversary voort met de unboxing van de Game & Watch Super Mario editie. Hey, super geweldig. Het mag dan wel geen Xbox Series X zijn, zoals al die andere coole YouTubers, zoals Tisco, momenteel aan het unboxen zijn. Ik heb gewoon lekker de betere van de next-gen consoles. Ik bedoel, dit is toch veel beter. We gaan het lekker gewoon weer casual doen. We gaan lekker gewoon even dit dingetje bekijken, unboxen. En ja, dan gaan we een klein beetje een mini-review doen. En dan wordt het super gezellig. Dus dan eerst moet ik zeggen dat ik een beetje semi heel erg blij en heel erg niet blij ben met deze verpakking. Zoals je ziet, het zit in plastic, wat heel erg netjes is om dit soort doosjes en zo van karton lekker netjes te bewaren. Ik heb er ook een aantal van mijn NES en SNES games, of nee, N64 games. Bijvoorbeeld mijn Kirby in de Crystal Shards, die zit momenteel nog in zo'n plastic dingetje als dit. Ik vind het hilarisch dat ze zo'n dingetje voor in de winkels eraan hebben toegevoegd, want Nintendo, niemand gaat dit ooit in een winkel zien? Want deze dingen zijn heel snel uitverkocht. Deze was echt een half uur nadat ze live waren al uitverkocht. Ik was een van de enigen die deze kon krijgen. Het is superleuk. Het ene ding wat ik cool vind is dat zeg maar al deze dingetjes zoals de Mario Flare en zo, die is allemaal hier zo op deze doos zelf. Wat superleuk is, waardoor het zeg maar het extra flair geeft. En dan de doos zelf is gewoon mooi goud. Vind ik superleuk. Het ding wat ik niet leuk vind is dat, zie je dit? Dit zit niet dicht. Dit is gewoon het karton. En de sticker en zo zit gewoon op het karton. Dus je hebt een protective case, wat super handig is. Maar vervolgens verneuk je het door het open te laten aan twee kanten. What the fuck is dat nou weer, Nintendo? Dit is echt gewoon niet goed. Laten we maar super voorzichtig proberen open te maken, zonder dat er ook maar iets kapot gaat. Ik ben altijd zo slecht in dit soort dingen. Ik probeer het altijd super netjes te doen, zonder dat er iets kapot gaat. En meestal gaat er dan wat kapot. Moet ze ook niet van dit soort kutte stickers erop doen? Even serieus, joh. Dat is één. En dat is. Is dat twee? Dat is twee. Kijk dit aan. Hupsakee. Ik ben professor, dames en heren. Doe niet zomaar met messen werken. Dan gaan we er eventjes uithalen. Boom. Kijk eens. Kijk, zie je al dat Mario shit? Dat zit er gewoon hier in. Superleuk. En dan hebben we hier daadwerkelijk de Game & Watch. Kijk, zie je? Het leuke ding is het Mario-logootje, dat zat gewoon op de plastic doos. Super, super geinig. Maar hier is hij dan. Dit is mijn allereerste Game & Watch. Ik wil al jarenlang een Game & Watch hebben. En eindelijk heb ik er nu eentje. Het is dan wel geen echte, technisch gezien, echte Game & Watch. Niet een originele. Maar hey, het is leuk. Het is leuk. Het is de Ball Game & Watch. Ik vind deze retro-stijl doos voor deze oude Game & Watch-apparaten vind ik zeer, zeer vermakelijk. Goed, dan gaan we eventjes de achterkant lezen. Even kijken, dan zie je hier wat er te doen is. Super Mario Brothers, natuurlijk. Super Mario Brothers 2, aka The Lost Levels. Die heb ik eigenlijk. Ik heb nog nooit de tweede gespeeld. De officiële tweede. Heel raar. Dan natuurlijk Ball, de originele Game & Watch game. Nee, niet de originele, maar één van de Game & Watch games. Waar Mario had daadwerkelijk een, volgens mij, een Game & Watch game. Hebben ze niet toegevoegd, gewoon een Mario versie van Ball. Ik snap niet waarom is niet gewoon normaal het echte Mario-ding doen. En dan time, gewoon een klokje. Want deze Game & Watch, je ziet het, het is Game & Watch. Het is daadwerkelijk een klok. Deze dingen, kijk, deze kan dan bijvoorbeeld wel uit. Die heeft een sleep mode en zoiets. Zover ik weet. Maar deze dingen, origineel, waren gewoon bedoeld als klokken. Als klokken waar je op kon gamen. Wat toch wel heel erg leuk is, dat Nintendo zo'n origineel. Oh, kijk, ja, ze schattige Toto Peach. Het eind in het hoekje, wat een leuke easter egg. Nee, maar het is wel een geinig idee van Nintendo, dat voordat ze de Game Boy hadden, gewoon denken van, hé, een klok. Iedereen houdt van klokken, iedereen heeft een klok en je kan erop gamen. Super handig. Nou, dan gaan we hem eventjes openmaken. Het kutte aan karton vind ik altijd, dat als ik ze openmaak, ik het altijd heel voorzichtig probeer te doen, zonder dat het karton kapot gaat. Maar dan maak ik het in de
in de tussentijd gewoon alleen maar kapot. Even kijken, hier hebben we dus alles. Ga eventjes hier eens een kabeltje om op te laden. Oh, kabeltje om op te laden. Vroeger kregen deze niet bij de Game Watches. Ze bleven gewoon aan. Je gebruikt gewoon de batterijtjes van een daadwerkelijke klok. Dus ik vind het heel erg aardig dat ze nu daadwerkelijk een opladertje erbij doen. Maakt het toch wat moderner. Even kijken, hoe krijg je deze shit eruit? Ik zie hier een manual. Dat is leuk, die ga ik nooit lezen. En dan probeer ik nu het er zelf uit te krijgen. Ik krijg het er niet daadwerkelijk uit. Daar komt dat. Ik probeer het voorzichtig te doen. Kijk eens aan. Dan krijgen we hier, nou is de doos leeg. Heel mooi, dan leggen we het weer aan de kant. Hebben we hier de daadwerkelijke Game & Watch zelf. Moeten we eventjes kijken hoe die eruit gaat. Hoe gaat die er precies uit? Hoe maken we die open? Kijk, je zou zeggen, verscheur karton gewoon. Maar dat kan niet. Ik ben Epic Game Collector. Ik kan dat niet... Ah, kijk eens aan. Ik kan het niet zomaar gaan verscheuren. Zo, gaat dat karton weg. En daar is die dan. Oh, op zijn kop. Daar is die dan. De daadwerkelijke Game & Watch. Er zit hier een powerknop natuurlijk. Die druk je aan. Nou, kijk nou eens. Het is Mero! Het is Mero, jongens. Kijk nou, joh. Oh, wat een geinige art. Press time button. Time. Hoor je dat? Het is nu 12 uur. Het is geen 12 uur. Dat is verkeerd ingesteld. Kan ik dit opnieuw instellen? Is dat de ding? Oh, kijk, wat leuk. Ik kan het veranderen. kan ik dit aanpassen? Het is momenteel 5... 5 over 5 p.m. geloof ik. Dat is geloof ik wat 5 uur is. Dus dat doen we gewoon zo. Kijk, ja. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Kijk nou eens. Ik probeer... Ik had net een leuke knop. Oh nee, ik wil niet gamen. Ik wil even... Kijk dan. Oh, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Dat je zo... de achtergrond hebt. En dat de achtergrond... Oh, wat geinig. Dat het daadwerkelijk een beetje zonsondergang is. Oh, dat is fantastisch. Volgens mij was er ook een manier hoe je een liedje kon afspelen op dit ding. Maar ik weet niet precies hoe. Volgens mij kan ik trouwens ergens de taal instellen. Ik weet alleen niet hoe precies. Nou, dat zoek ik dan later uit. Want ik weet dat er ergens een vertalingsfout zit. Oh, kijk, je zag het liedje, het nummertje veranderen. Dat is zo schattig. Even kijken hoor. Ik weet dat er ergens een vertaalfoutje in zit. Niet in de Nederlandse versie, maar wel in de Franse en Duitse versie. Maar hier zijn dus de games die we kunnen spelen. Ik ga als eerst bal spelen. Ik heb nog nooit bal gespeeld. game A. Doe ik het zo goed? Ja. En dat speelden mensen dan op zo'n manier. Echt jarenlang. Het is een leuke manier om een moderne versie van Game & Watch de eerste game te hebben. Tenminste, ik geloof dat dit een eerste game was. Was. Ah, nee! Kut zijn. We gaan maar naar een game waarvan ik zeker weet dat ik er goed in ben. En dat is de originele Mario. Ik moet het alleen wel door mijn camera heen spelen. Dus sorry voor deze niet zo'n geweldige gameplay. Oké. Je zou zeggen van, Matt, waarom ga je niet eventjes dat geheim pakken? Nou, ik weet, er zit hier een geheim. Boom. Boom, baby. Hop. Hop. Oh, wat leuk. Het voelt goed. Voelt toch goed? Dit is de originele Mario Brothers. In een leuke, kleine, compacte, handheld manier. Wat heel erg fijn is. Het is leuk en de D-pad voelt echt heel... Dat is het verschrikkelijke aan de originele Mario. Als ik niet de originele D-pad heb, dan ben ik verschrikkelijk. Ik zoek al zo lang naar een goede vervanger voor de NES D-pad om de eerste Mario game mee te spelen. En dit voelt daadwerkelijk goed aan. Dit voelt lekker aan. Dit is lekker spelen zo. Niet het kanaal lekker spelen, maar de game. De game, toch wel. Hoe lang ga je door met spelen, met? Totdat ik dood ga. Oké, wacht even. Er is nog even één. Ik ga even kijken hoe ver ik kan komen. Want dit is altijd het stukje waar ik... Oh, dit is echt niet handig om zo te spelen door de camera heen. Door mijn telefoonscherm heen. Dit was altijd waar ik vroeger dood ging. Het was niet leuk. Eigenlijk moet ik die niet nemen, want dan verneuk ik mezelf zometeen. Hop, hop, hop. Kijk eens aan. Geen safe stage, jongens. Dit is echt trial and error. Als je het nu niet haalt, dan gaat het niet goed.
Hop. Oh, nee. Oké, voorzichtig. In de Mario Arcade versie, in Mario Versus, hebben ze deze 30 keer moeilijker gemaakt. Oh nee! Ketsoi! Luigi game, maar natuurlijk. Fijn dat in Mario Bros. 2 ze dat deden. Dit is de eerste keer dat ik Mario Bros. 2 speel. Echt de eerste keer, zeg maar. Ik heb nog nooit deze versie van de game gespeeld. Dus ik weet niet. Het voelt gewoon als de eerste. Ik weet wel dat deze versie van de game een klein stukje mooier is. That's debatable. Ik bedoel, het is duidelijk dat ze hier veel meer met sprites deden. Veel meer coole dingen. En deze versie van de game is veel moeilijker. Volgens mij is Luigi ook een heel stuk lichter. Hij is echt een heel stuk lichter. Ik ging even snel terug naar Mario Bros. 1 om te vergelijken. Maar ik vraag me nu af, kan je het trucje doen van de start plus? Is dat een ding wat je nog kan doen? Oh ja, dat is daadwerkelijk een ding. Oh, nice. Ja, nee, Luigi is echt een heel stuk floatier in Mario Bros. 2. Ik weet niet, ik ben echt totaal niet bekend met de originele Mario Bros. 2. Dus ik weet niet of dit altijd een ding was. Maar ja, bekijk mijn Mario skills terwijl ik dit doe. Dus ja, ik ga nog een beetje kutten hiermee. En dan geef ik jullie zo meteen mijn prachtige conclusie aan het eind van deze video. We zijn dus nu hier op mijn computer, zodat ik mijn uiteindelijke mening kan geven over dit kleine apparaatje. Ik heb even wat tijd doorgemaakt met deze Game & Watch Super Mario editie. En ik ben klaar om mijn oordeel te geven. Dus wat denk ik over deze leuke kleine collectible? Nou, dat is precies wat het is. Een leuke kleine collectible. Dit is geen geweldige manier om de originele Super Mario Bros. Mee te spelen. Ja, het heeft een heel erg mooi scherm. Het heeft een goede D-pad. Geluidkwaliteit is goed. De knoppen werken. Maar dit is nog steeds een klein Game & Watch apparaatje. Je handen gaan toch een klein beetje krampen naarmate hoe langer je ermee speelt. Het is niet ideaal. Er zijn zoveel betere manieren om deze oude game mee te spelen. Alhoewel moet ik dan wel zeggen dat er grote vergelijkbaar is met die van een normale NES-controller. Dus als je daar redelijk aan gewend bent, dan ben je hier ook wel aan gewend. Voor mij is het probleem gewoon meer dat je de hele tijd naar zo'n klein schermpje kijkt en dat je duimen redelijk dicht bij elkaar zitten om dat scherm heen en dat ze niet op een traditionele manier liggen. Bijvoorbeeld zoals bij de Nintendo Switch, als je duim op de knoppen hebt en op de joystick zo naast het scherm. Hierbij houden ze een beetje de onderkant van het scherm vast, waardoor je een beetje probeert ergens te grijpen, maar je kan niet echt ergens schrijven wat een beetje naar is. Maar dat maakt allemaal niet uit, weet je. Dit was nooit een manier om de eerste Super Mario Bros. Te spelen. Dit was nooit een manier om de tweede Super Mario Bros. Te spelen. Dit was zelfs nooit een manier om bal te spelen, hè. Dit was ook nooit bedoeld als een klok. Wat dit apparaat is gewoon een leuke kleine collectible voor mensen die houden van leuke kleine collectibles. Het is gewoon een heel nostalgisch apparaat dat lijkt op de allereerste Game & Watch die dezelfde features heeft en gewoon de originele Mario Bros. Heeft. Er zitten zelf wel leuke referenties in, bijvoorbeeld de kleur van de ding op zichzelf is al gewoon van een originele Famicom controller. Dat is waar die gouden color skin vandaan komt. En het feit dat je deze oude games hierop kan spelen, toch op zo'n klein schermpje, op zo'n klein apparaat, is toch best wel geinig. Maar als een daadwerkelijk systeem om op te spelen, nee, dat is dit niet. Dit is zo'n systeempie wat je gewoon op je kast hebt staan en af en toe gewoon als je je verveelt, tenminste dat ga ik doen, tijdens het editen of wachten op iets dat je daar eventjes snel mee gaat spelen. Het is niet zoals vroeger dat je het meeneemt in de trein en dat je dan eventjes fucking Super Mario Bros. Gaat spelen. Nee. Het is gewoon een leuke kleinere collectible. Maar het is wel een collectible van hoge kwaliteit. Want voor de rest vind ik alles helemaal geweldig. Nogmaals, het schermpje is van hele hoge kwaliteit. Geluidskwaliteit is super geweldig. De knoppen voelen heel erg goed. Misschien de A en B knop wat minder. En je krijgt 3 hele gamepies met deze Game & Watch.
Maar ja, dat is het wel zo'n beetje. Het is gewoon, zoals ik zo vaak zeg, een kleine collectible. Een collectible die je waarschijnlijk niet meer gaat kunnen krijgen, omdat hij overal uitverkocht is, maar nog steeds een leuke kleine collectible. Dus zou jij een Game & Watch Super Mario Bros. Moeten halen? Eerlijk gezegd, als je echt niks hebt met de originele Super Mario Bros. En je hebt ook niet zoveel met Game & Watch. Nee, dit is niet echt iets wat je moet gaan kopen. Stel je bent groot Mario fan, je houdt van Nintendo, je houdt van de geschiedenis van Nintendo. Dit is daadwerkelijk echt een heel cool apparaatje. Dit is daadwerkelijk een heel cool stukje geschiedenis om een oud apparaat, of om een oud stukje geschiedenis van Nintendo in onze handen te krijgen met wat moderne dingen hieraan. En het heeft of Super Mario Bros. Games erop. En aangezien ik een gigantisch fan ben van de originele Mario, ik hou van die game echt superveel, is dit gewoon een leuk, klein, schattig dingetje. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook wel leuk zijn en laat me weten wat jullie denken van de Game & Watch Super Mario editie. Heb je er eentje kunnen krijgen? Heb je er geen kunnen krijgen? Wat waarschijnlijk heel waarschijnlijk is. Laat het me weten in de comments en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!